De Celio Corporation Redfly Mobile Companion. Het is alweer een tijdje terug dat we op winmo.nl dit toch wel bijzondere apparaatje aan een review hebben onderworpen. Het is een soort mini-laptopje die via USB of via Bluetooth met je Windows Mobile smartphone verbindt. En eigenlijk het apparaat zodoende overneemt. En je kunt dus via toetsenbord en een muis of een extern aan te sluiten toetsenbord en muis en zelfs een monitor je smartphone bedienen. Dus eigenlijk een echte mobiele werkplek. Nou, het is dus al een tijdje geleden dat we deze gereviewd hebben. En het is dus ook een tijdje geleden dat de drivers en dergelijke toen in die versie bestonden. Er is een hoop gebeurd, want de Redfly zelf die draait firmware. Dus natuurlijk voor het beheren van de verbinding, de stabiliteit en de snelheid daarvan. En een stukje software voor op je smartphone, waar de beeldschermdrivers in zitten en het onderhouden van de verbinding en dergelijke. Dus die zijn natuurlijk verbeterd. En dat was toch wel even de moeite waard om in een nieuwe video te laten zien. Want we hebben hier bijvoorbeeld een HTC Touch Pro. En die draait natuurlijk die hele mooie TouchFlow 3D interface van HTC. En dat is dan typisch zo'n grafische interface waar de Redfly niet mee overweg kan. De Redfly rekent in principe gewoon op Windows Mobile als Windows Mobile. Dus kaal, zonder grafische schilletjes van fabrikanten als hier HTC's TouchFlow 3D. Hoe hebben ze dat eigenlijk opgelost? Want in het begin ging dat fout. Dan kreeg je hem of half te zien of staand op een liggend scherm. Redfly gebruikt een liggend scherm. Dit is een staand scherm in deze. En ja, of je zag hem dus met lijnen of helemaal niet. Het ging in ieder geval niet helemaal lekker. En hoe los je dat eigenlijk heel slim op? En dat zal ik je laten zien. Ik ga nu via Bluetooth met dit toestel verbinden. Eén druk op de knop hier. Dan kun je kiezen met welk toestel je wil verbinden als je al eerder met een ander verbonden bent geweest. En dan gaat hij verbinden. En wat doet de Redfly nu tegenwoordig? Heel simpel. Hij schakelt TouchFlow 3D uit. Makkelijk toch? Als je niet met de interface in kwestie overweg kan, dan schakel je hem gewoon uit. Je ziet hier op de TouchFlow of op de Touch Pro gaat hij helemaal uit en op zwart. Vervolgens gaat hij helemaal uit en wordt hij door de Redfly overgenomen. Als ik die even dichterbij haal, dan zie je dus dat je gewoon naar het standaard 2D scherm kijkt. Het standaard 2D scherm, de TouchFlow 3D 2D plugin is gewoon uitgezet. En ja, daarmee kun je gewoon werken. Eigenlijk de meest briljante oplossing. Gewoon tijdelijk uitschakelen. Een tweede ding, dat is de Opera Mobile Web Browser. Dat is natuurlijk een schande dat het gewoon in eerste instantie niet werkte. Want Opera kon niet met de beeldschermdriver die je dan op je toestel moet installeren overweg. Dus hij klapte er gewoon uit. En nu start hij gewoon op. Ze hebben het voor elkaar. Want de ondersteuning van Celio Corp Redfly samen met Opera Mobile 9 is voor elkaar. Dus nu is je Redfly als een echte mobile internet device te gebruiken. Want het was al eerder met Internet Explorer Mobile mogelijk natuurlijk. Maar ja, dat is gewoon een webbrowser waar je het niet mee wil doen, zeg maar. En als je hier dus nu mooi een adresje intoetst in Opera, dan zie je dat hij het gewoon doet. Ik zit wel over Bluetooth en ik moet heel eerlijk zeggen dat ja, die verbinding is toch niet echt heel super snel. Ook voor wat betreft schermopbouw, je kan het beter over USB doen. Maar zoals je ziet gaat het alleraardigst. Overigens zit ik over een HSDPA verbinding nu voor wat betreft de snelheid van het laden van de pagina. Dus, en als ik hem even dichterbij haal, dan zie je hier vervolgens je geladen pagina. En dan kan je dus met je muis slepen zoals je dat op je toestel zou doen. Of gewoon met de pijltjes toetsen naar beneden. Dus dat is op zich wel heel mooi om te zien dat ze daar ook serieus waar mee bezig zijn. Dat zaken als TouchFlow 3D niet goed werkten. Nou, hup, gewoon door de Redfly laten uitschakelen op het moment dat je die verbinding maakt. En dat Opera Mobile het niet deed. Nou, dat is nu gewoon opgelost, want zoals je ziet is die helemaal operationeel. Ook voor wat betreft het zoomen. Het doet het gewoon allemaal. Nou, op het moment dat ik dan nu even Opera op de Redfly afsluit, en die Touch Pro er weer even bij pak, en nu op de Bluetooth knop nogmaals druk om de verbinding te verbreken,
Dan zie je dus dat het scherm van de Touch Pro weer aangaat. En dat TouchFlow 3D weer wordt opgestart. Dus het is niet zo dat de Redfly hem uitschakelt en dat je het dan maar zelf weer opnieuw aan moet zetten. Nee, TouchFlow 3D gaat gewoon direct weer aan na het verbreken van de verbinding. Al met al is je Cilio Corp Redfly toch weer even net dat stukje functioneler geworden. En dat maakt de aanschaf dan toch net weer dat stukje interessanter. Tot zover even deze korte extra video review over verbeterde functionaliteit van de Cilio Corp Redfly op winmo.nl. Ik dank jullie voor het kijken.